Goedenavond, beste mensen. Fijn dat ik hier vanavond aanwezig mag zijn op deze jubileumavond. Waar ook de 55ste Prins wordt bekendgemaakt. Maar naast dit carnavaleske, traditionele gebeuren is er nog iets heel speciaals vanavond. We nemen namelijk afscheid van een heel bijzondere vrijwilliger. Iemand die zich jarenlang en belangeloos heeft ingezet voor met name de carnavalsvereniging De Bokkenrijers. En daarom wil ik graag vragen of de heer Jan van Laanen even naar voren kan komen. En wellicht kan echtgenote Nancy aansluiten. Geachte heer Van Laanen, beste Jan. Allereerst natuurlijk hartelijk welkom. Ik noemde zojuist al je inzet voor de carnavalsvereniging De Bokkenrijers. Maar als vrijwilliger heb je natuurlijk ook op andere vlakken je steentje aan het goede leven in Beers bijgedragen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Sint-Antonius-gilde. Daar ben je niet alleen 2 maal gildekampioen geweest, gildekoning geweest. En sla je ook nog steeds regelmatig de gildrom. Puur op gehoor, heb ik begrepen. Daarnaast ben je binnen het gildeken schatbewaarder of penningmeester. En ook bij de organisatie van de nieuwe gildeactiviteiten, zoals kien- en kaartavonden, ben je een van de organisatoren. Maar vanavond, Jan, ben ik hier vooral vanwege jouw toomloze inzet en betrokkenheid bij carnavalsvereniging De Bokkenrijers. Je hebt je al 33 jaren met ziel en zaligheid ingezet voor de vereniging. En dit jaar neem je afscheid. Gedurende deze 33 jaren heb je in verschillende functies een bijdrage geleverd aan meerdere commissies binnen de vereniging. Natuurlijk was je in het carnavalseizoen 2003-2004 Prins Jan III van de Bokkenrijers. Maar daarnaast was je van 1989 tot 2006 lid van de Raad van Elf. Om vervolgens jarenlang en tot voor kort penningmeester te zijn in het bestuur van de vereniging. Dan heb ik het nog niet eens gehad over jouw bijdrage aan de jeugdraadcommissie en aan de advertentiecommissie. Of je deelnames aan de meerdere blairballen, optochten, pronkzittingen en natuurlijk de jaarlijkse Wittigheid Pubquiz. Verder verkocht je ontzettend veel donateurskaarten en vlaggen namens de vereniging en was je gastheer tijdens de jaarlijkse barbecue. Ook stelde je sinds 2004 je huis en schuur beschikbaar voor het bouwen van een carnavalswagen. Daar ben je, zoals je hoort, heel populair mee geworden. Weken aan een stuk was het dan koffie drinken, plannen maken, bouwen en voordat iedereen naar huis ging een pilsje pakken. En dat al zo'n 20 jaar. Jan, binnen carnavalsvereniging De Bokkenrijers sta je al decennia bekend als, ja, ga er maar even voor zitten, er is geen stoel, maar ik zou het toch maar doen, betrouwbaar, toegewijd, ik hoor geen kritiek, dus het zal wel kloppen. Soms wat eigenzinnig. Oké. Daar hebben we er echt in te pakken. Maar altijd behulpzaam, pragmatisch, gezellig open, transparant, houd niet op, recht door zee, secuur in de administratie. Dat is zeker niet onbelangrijk als penningmeester. En je zat altijd bovenop de knip. Dames en heren, carnaval vieren verbindt dorpsgenoten met elkaar. Het is een feest voor alle leeftijden. Mede door de verdiensten van Jan is De Bokkenrijers nog steeds een levende vereniging in het dorp. En Jan ademt carnaval. Het zit in zijn bloed en het gaat er nooit meer uit. Jan, ik heb begrepen dat de vereniging je erg gaat missen. Als bestuurslid, als vrijwilliger en als mens. De vereniging is je dankbaar voor alles wat je hebt betekend. En voor al die hele fijne herinneringen die je samen met zoveel hebt gemaakt. Uit alles wat je hebt gedaan blijkt je passie en betrokkenheid voor De Bokkenrijers. Je stond altijd klaar voor iedereen, je kwam je afspraken na en was nooit te beroerd om op z'n Jans anderen aan afspraken te herinneren. Dat dwingt respect af. En vooral omdat je daarbij altijd jezelf bent gebleven. Een groot man met een klein hart. Je zei het zelf al eens, Jan. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En tijd van gaan is nu gekomen. Beste Jan, jouw inzet als vrijwilliger wordt vandaag heel terecht beloond met een gemeentelijke onderscheiding. Dames en heren, de gemeentelijke onderscheidingen in Land van Kuik zijn bedoeld als teken van waardering
en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschappen. Als beloning voor iemand inzet voor zijn of haar eigen stad of dorp. Voor zijn of haar bijzondere verdiensten voor de gemeente Land van Kuik. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschappen. Zij zorgen voor een belangrijke verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging. Kortom, een voorbeeld voor vele anderen. Een stukje. Beste Jan, geachte heer Van Lanen, namens het gemeentebestuur Land van Kuik wil ik u enorm bedanken voor uw geweldige vrijwillige inzet in de afgelopen decennia. Voor carnavalsvereniging De Bokkenrijzer en Beers. Het doet mij dan ontzettend veel plezier u te mogen mededelen dat ik u als blijk van waardering voor uw genoemde verdiensten de dorpspenning Land van Kuik mag uitreiken. Graag wil ik u daarbij de bijbehorende versierselen overhandigen. Van harte gefeliciteerd. Ik ga even wat spullen pakken. Ja, ik heb nog wat meer spullen. Pak toch maar even de microfoon, dan kan u ook allemaal volgen. Ik heb hier nog de daadwerkelijke dorpspenning. Alsjeblieft. De bijbehorende oorkonde. Alsjeblieft. En als het goed staat, dan nog iemand van bestuur klaar met een bosje bloemen. Ah, dat is heel fijn. Ja, zo soepel hier, hè. Dan geef ik die maar aan mevrouw. Alsjeblieft. En nogmaals, heel erg proficiat. Dank voor alle inzet.